toen ik gevraagd werd door IKV Pax Christi, die onder andere het ministerie van Vrede, een virtueel ministerie van Vrede, hebben opgericht. En toen werd ze mij beelden van, wilt u staatssecretaris worden? Toen zei ik, wie wordt de minister? Dat wisten ze toen nog niet. Toen heb ik nog gevraagd of George Clooney misschien gebeld kon worden. Maar nou, Jan Terlouw is natuurlijk ook heel leuk. Zeker omdat ik daar bij mijn dochter, die 13 is, en wij hadden het net even met de burgemeester, had ik het over van de jeugd. En het verlangen van de jeugd om door verhalen betrokken te blijven bij wat er is gebeurd, ook in de geschiedenis. En zoals vele tieners al decennia lang, generaties lang, heeft ook mijn dochter Oorlogswinter van Jan Terlouw gelezen. En het feit dat zij hem volgende week gaat ontmoeten en dat ze gisteren, toen ze mijn foto zag van minister, staatssecretaris van de Vrede, en dat ze echt, ik zag het in haar ogen, dat ik gewoon echt, weet je wel, tieners, moeders, in één keer kreeg ik weer een paar punten erbij. Dat is heel fijn. Heel concreet, wat kun je nou eigenlijk doen, hè, in Nederland? En ik heb zelf al jarenlang hele goede banden met de IKV Pax Christi. En heel concreet naar Syrië. Een land waar ik zelf 5 jaar als diplomaat heb gewerkt. Ik durf gewoon helemaal niet meer op Twitter en Facebook te kijken. Zo hartverscheurend is het om te zien wat er in dat land gebeurt. Terwijl wij kijken, gaat daar een land helemaal kapot aan een dictator die wij decennia lang daar hebben laten zitten, zijn vader ook al. Wat kan je nou doen? En die kracht van het individu, ja, ik ben inderdaad strategisch optimistisch en ook gewoon onverstoorbaar als het gaat om iets waarvan ik denk, nu moet iets gebeuren. En het is een heel mooi voorbeeld van, ik weet niet of u vorige week hebt gevolgd dat er dat de Europese Unie een embargo heeft ingesteld, een olieembargo, waarbij geen olie meer geëxporteerd mag worden. Een heel complex verhaal, dat kan pas op 15 november beginnen, omdat de Italianen natuurlijk weer iets voor zichzelf geregeld hebben. Dat doen ze trouwens ontzettend goed binnen de Europese Unie. Ook hier weer, en ik geloof dat Shell Nederland, Shell dat ook niet zo'n heel groot probleem, omdat het nog even duurde. Maar we hebben eigenlijk als individuen een aantal activistische mensen zoals ikzelf, want ik ben inmiddels weg bij Buitenlandse Zaken en via sociale media heb ik echt al 4 maanden, 5 maanden lang helemaal rot getwitterd om Syrië op de agenda te krijgen. Intussen had ik gesprekken met Marjolein Wijnings, de lokale medewerker, of de IKV Pax Christi medewerker in Amman, die heel veel contacten heeft met Syrië. Zij hielp mij op de hoogte van de dagelijkse ontwikkelingen. Ik skypte met mensen in Syrië. Intussen schreef IKV Pax Christi stukken richting de politiek, de krant. En allemaal met het doel van, oké, we willen sancties. We willen zorgen dat mensen rondom Bashar al-Assad het land niet meer uit kunnen. We willen ook dat grote bedrijven, zoals Shell, die zeggen dat ze geen politieke rol hebben, wat natuurlijk in deze tijd echt niet meer kan. Ook niet als je op je eigen website en je eigen gedragscode zegt dat je je maatschappelijk verantwoord wil opstellen als grote ondernemer. We hebben eigenlijk op een hele mooie manier, en dat is echt de nieuwe diplomatie in Nederland, vanuit een besef van mondiale verantwoordelijkheid, vanuit een besef dat onverschilligheid echt niet meer kan in de 21ste eeuw, hebben wij voor Syrië iets kunnen betekenen. Toen ik 3 jaar geleden een boek publiceerde, Dromen van een Arabische Lente, een Nederlandse diplomaat in het Midden-Oosten, merkte ik iets heel erg verheugends. Dat er namelijk ongelooflijk veel nieuwsgierigheid in Nederland ligt naar dat andere verhaal van die Arabische wereld. En wat ik heel vaak te horen kreeg is van, wat kunnen wij nou eigenlijk betekenen voor die Arabische wereld? En ik voel dat verlangen van Nederlandse burgers om op lokaal niveau iets te doen voor de wereld, voel ik enorm. En ik vind het ongelooflijk dat dat op een of andere manier in Den Haag niet wordt opgepakt. En dan kijk ik ook echt naar jullie en dan kunnen we misschien echt bij de receptie straks nog over spreken. Want die urgentie, die voel ik. En die inspiratie die we op dat Tahrirplein zagen van jonge mensen die met hun ooms en tantes en hun vaders en moeders verandering teweeg proberen te brengen. Ik heb bijna zoiets van, nodig ze uit naar Nederland en laat ze ons vertellen hoe we hier die Nederlandse lente teweeg kunnen brengen.